Nou, ik ben Joke. Er is mij gevraagd of ik iets wil vertellen over mijn contact met Dr. Mehta. Nou, ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettende fijne, ja, bijzondere ervaringen heb. Ik ben misschien wel 12, 13, 14 jaar geleden voor het eerst hier gekomen voor hartritmestoornissen. En daar kreeg ik medicatie voor en toen ging het al een stuk beter. Toen heb ik nog verschillende andere kleine, ja, hoe noem je dat, kwaaltjes gehad, die er dan bij kwamen. En nou ja, dat ging dus al jaren zo goed. Tot ik een paar jaar geleden werden die hartkloppingen ineens vreselijk, dus ik was toch maar naar mijn huisarts gegaan. En ik moest meteen met spoed naar het ziekenhuis, want mijn hart ging zo tekeer dat ik... Ze dachten dat er misschien wel echt iets mis was. Nou ja, na veel onderzoeken bleek het dus mijn schildklier te zijn die, zo zij als zij dat noemen, dan te snel werkte. En dan krijg je allerlei verhalen van dat het is gevaarlijk en dat je moet medicatie. En ik ben eigenlijk heel erg anti, zeg maar, al paracetamol al. Dus ik was erg van geschrokken, maar ik nam toch die medicatie. Toen werd ik maar dan moet je terugkomen voor bloedonderzoek. Toen werd ik opgebeld door de internist dat ik onmiddellijk moest stoppen met die pillen, want mijn leven was ontstoken. Dus toen was ik echt heel erg in paniek. Ik heb Dr. Mehta weer gebeld, waar ik dus best wel heel vertrouwd mee was. Ik had gewoon eerlijk, dus niet meteen zeggen wat mijn angst was, want ja, levenontsteking, dat vond ik toch wel gevaarlijk klinken. En inmiddels die schildklier die dus dan maar doorging met zo snel, en dat hart dat dan maar jaagt. Toen moest ik onmiddellijk komen bij Dr. Mehta. Toen heeft hij me dus allerlei, zijn behandeling gegeven. En dan zei ik, moet ik dan toch nog naar de internist? Ja, zegt hij dan, jij moet ook naar dokter luisteren. Toch naar de internist. Dus toen kwam ik daar en toen heb ik dus ook mijn verhaal verteld. Van, dat ik moest toch die pillen nemen. Weer een andere soort pillen van het ziekenhuis, erbij. En toen was na een paar weken weer mijn lever ontstoken. En toen heb ik gezegd, ik neem die pillen niet meer. Ik neem alleen de behandeling van Dr. Mehta. En die internist was daar eigenlijk niet zo mee eens. Maar ja, je hebt natuurlijk toch je eigen keuze. En ik ben wel steeds bij haar voor controle gegaan. Het was een mevrouw, dus een vrouw. Eerst had ik een dokter en toen later een vrouwelijke arts. En die ging werd alsmaar verbazen, want zij meten dan je waarde. Of ja, ik kan niet precies zeggen, ik weet die medische termen niet. Maar ja, het ging goed. En die levenontsteking die is verdwenen. En op een gegeven moment hoefde ik bij de arts in het ziekenhuis niet meer terug te komen. Ik moet alleen om de 3-4 maanden even bij de huisarts mijn schildklier laten. Bij bloedprikken kunnen ze dat zien. En... ja, gaat hartstikke goed. Dus inmiddels volgens mij al 3-4 jaar geleden. En ik heb van Dr. Mehta ook geen medicatie meer voor die schildklier, want het is helemaal in orde gekomen. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen als ik iemand hoor van ik heb dit of dat. Ja, ga naar Ayurveda, want het is geweldig. Dus ja, dat is eigenlijk mijn verhaal. En ik zou iedereen aanraden van ga naar het ziekenhuis, ga naar je arts, maar probeer of ga ook naar een ayurvedisch arts en dan zeker naar Dr. Mehta.